Welkom bij aflevering 14 van Hansje. De 13e speelronde heeft ons geen ongeluk gebracht. Iedereen verloor, behalve wij. De superboeren gingen af vroeg voor het einde in huis. Dat vind ik wel ons sportieve niet leuk. Dan ben je geen echte superboer. Sjoerd deed wel goed zijn best. Wat een inzet had die jong. Zo was hij bij ons zoek. Een goede gozer. Die zijn geld wel waard. Lekker. 3-1, we zitten in de zetel. Zag je de spandoek van Golla toen hij gescoord had? Dat had hij afgesproken met onze supporters. Hij zei voor de wedstrijd, ik kom jullie kant op en dan scoor ik. Ja, vrijdag jonge Ajax. Dat is toch wel met die kinderen 0-20. Die Michael Reiziger had me van de week gebeld. Of ik vrijdag een paar speulers op wil halen bij het station. Of ik dan vervoer wil regelen en iets herkenbaars aan wil doen. Dan doen we hier verzamelen. Kiewe Jong, de peutergroep. En van daaruit naar de Goffert. Dan moet ik eerst even oefenen met die fiets. Trek die badgassen van Ajax op me halen. Want die zijn nog allemaal minderjarig. Die hebben nog geen rijbewijs of niks. Wij staan bovenaan, ja wij staan bovenaan. Ze mag niet alleen naar de Goffert reizen, van die reiziger. Veel te gevaarlijk, zei hij. Je zult maar reiziger heten, dan ben je altijd onderweg. Hij had nog gebeld of de wedstrijd verplaatst kon worden naar woensdagmiddag. Dat zien de meeste spelers beschikbaar. Maar dat kan niet, want daar hebben wij studiedag. Sjaki met de wonderslover. Zwerte heet die, geloof ik. Die komt ook kijken. Die gaat met de rollator combi-regeling. Nou, lasse schöne, wat vind jij er nou van? Wou je nog iets zeggen over ons? Ze doet goede zaken en zoals ik eerder zei, NEC gaat gewoon in de Eredivisie terecht. Ik ben overtuigd dat het niet lang meer gaat duren dat we ze weer hier in de arena gaat krijgen. Nijmegen, Nijmegen, altijd zon en nooit geen regen, alleen vandaag.